Goedemiddag allemaal eigenlijk. Ik mag jullie als directeur van deze prachtige school van harte welkom heten op deze speciale middag, deze feestmiddag. En in het bijzonder natuurlijk een middag voor de kinderen. Want dankzij jullie staan we hier. Dankzij jullie en dankzij jullie ouders. Want jullie ouders hebben echt wel hun best gedaan. Vorig jaar hoorden ze voor de vakantie dat het zou stoppen. Maar ze dachten, dat gaat niet gebeuren. De school is het hart van het dorp. Dus hoe kunnen we de school dicht laten gaan? En ze hebben hun best gedaan, ze hebben overlegd, ze hebben media gezocht, met de gemeente overlegd, met ons overlegd en ze hebben het voor elkaar gekregen. Dus dat is super. En ze hebben niet alleen voor elkaar gekregen, maar het is ook nog zo dat de school natuurlijk prachtige metamorfose gehad heeft. Op het plein, binnen, u bent natuurlijk straks allemaal welkom om dat ook te zien, binnen. Dus dat is helemaal geweldig. Bedankt alle ouders daarvoor. En de gemeente wil toch ook bedanken bij deze, want ja, zonder de gemeente stonden we hier denk ik ook niet. Het is heel fijn om te merken dat ze met ons meegedacht hebben, meegedaan hebben. Toen ik gisteravond eigenlijk nadacht over van, ja, wat zal ik nou gaan zeggen? U kent mij, ik ken een groot aantal van u. En toen heb ik even op de website van het Noordermerk gekeken. En er waren eigenlijk twee woorden die mij daar opvielen. En dat waren de woorden, onze school. En als er nou iets is gebleken het afgelopen jaar, dan zijn dat wel de woorden, onze school. Denk maar eens aan het personeel van Pro dat zich toch echt tot het einde toe heeft ingezet om de kinderen goed, leuk onderwijs te geven. Een medezeggenschapsraad die heeft meegedacht. Ina noemde ze net ook al, de ouders van de kinderen, maar ook andere inwoners van het Noordeinde die geen ouders zijn van kinderen hier op school, maar die wel gezegd hebben, het is ook onze school. En wij willen ook hand- en spandiensten doen, soms financieel. Maar er kwam een nieuwe partij bij, schoolvereniging De Akker. En die gaf aan, nou, misschien kan het wel onze school worden. Nou, daarom staan we hier vanmiddag. Mede ook dankzij een gemeenteraad die meeging met het financiële voorstel. En die heeft laten zien, ook wij zijn betrokken bij het Noordeinde. En het is ook onze school. Wij vinden het belangrijk als gemeenteraad dat de kinderen thuis nabij onderwijs krijgen. En centraal staat vandaag de school, het onderwijs. En je zou kunnen zeggen, onderwijs op het dorp Noordeinde heeft eigenlijk al een hele lange geschiedenis. Daar kun je een boek over schrijven. Lagere school, basisschool, bouw van de school, voorbestaan van de school, afgelopen jaren stond het regelmatig ter discussie. En zeker het afgelopen jaar is heel spannend geweest. En je zou kunnen zeggen, deze zomer 2017 is er in dat boek over het onderwijs op het dorp Noordeinde een hoofdstuk gesloten. Maar wordt er gelukkig ook weer een hoofdstuk geopend. 5, 4, 3, 2, 1, 0! En vanmorgen hebben jullie voor de eerste keer weer naar school geweest. Hoe is dat gegaan? Hoe kwamen jullie hier aan en hoe zijn jullie naar binnen gegaan? Ja, wel goed. Wel een beetje zenuwachtig omdat het weer nieuw is, maar ook wel weer leuk omdat het iets heel nieuws is. Nou, we kwamen allemaal op het schoolplein en toen werden we geroepen om naar de tennistafel te gaan en toen kregen we allemaal champagne, moesten we allemaal rond de tennistafel staan. Mochten jullie ook mee over de rode loper? Ja. Ja. En hadden jullie nog iets bijzonders aan? Een mooie jurk of zo? Of met deze kleren? Met deze kleren. Ah, en was het een gezellig dag op de eerste dag binnen in de nieuwe school? Het was heel erg anders. En ik had niet verwacht dat het zo anders zou zijn. Ik had wel verwacht dat het gewoon een beetje hetzelfde zou zijn. Oh ja, we hebben een dansje geoefend voor vanavond. Die gaan we straks optreden. En we hadden een zanggroep en een dansgroep. En wij zaten samen in de dansgroep. Yeah.
Gefeliciteerd met deze prachtige opening. Waarom het Noordermerk? Waarom het Noordermerk? De ouders hebben gevochten om het in stand te houden. En we hebben van de stichting De Akker eigenlijk als motto in iedere kern van Oldebroek goed onderwijs. Niet dat we het zelf moeten geven, maar als het dan wegvalt, ja, dan moet je je schouders eronder zetten. Zo hebben we dat met elkaar gewoon afgesproken. Nou, las ik dat er veel veranderd is binnen. Wij hadden vroeger pen en papier en een schrift en een bord met een krijt. Ja. Dat is hier niet meer, zag ik. Ja, het bord met krijt is weg, maar pen en papier hebben we zeker nog wel. Maar we doen ook veel digitaal, ook al is het internet nog niet optimaal. Daar zitten we echt op te wachten, want ja, goed onderwijs zonder goed internet wil bijna niet meer. Maar het hele lesmateriaal is veranderd. Het lesmateriaal, het is in zoverre veranderd dat we thematisch werken. Ze beginnen nu bijvoorbeeld met het thema wat vliegt daar. En vanmorgen zijn ze voor het eerst begonnen en er werd een vraag gesteld aan de kinderen van, nou, dit is ons thema, waar denk je aan? Dus de kinderen komen met ideeën, waar denk je aan? Nou, ik zat in het kamertje en dat is mooi dichtbij, dus ik kon het allemaal horen. Er werd gezegd natuurlijk aan vogels, maar er werd ook gezegd vliegtuigen, luchtballonnen, van alles werd er genoemd. En de bedoeling is dan dat kinderen zelf gaan uitzoeken hoe het vliegt, waarom het vliegt, alles wat ermee te maken heeft. Ze maken een eigen onderzoeksvraag, noemen we dat. En op die manier doen ze kennis op. En dat delen ze met elkaar. Dat is ook de bedoeling, dat ze dat leren om te presenteren. Gefeliciteerd met de nieuwe school. We staan hier voor het Noordermerk. En we gaan straks binnenkijken wat er allemaal veranderd is. Is hier buiten ook nog wat veranderd? Het gebouw is eigenlijk hetzelfde. Maar het begint al bij de entree. Hè, de mooie bloemetjes hebben we toch even voor deze gelegenheid hebben dit hier neergezet. En ook de aanplant. Ja, dit was eigenlijk een beetje een woestenij. Dit is door de ouders is er hier nieuwe bandjes neergezet. Nieuwe aanplantingen. Dat zien we straks ook op het schoolplein. Dus een stukje aanplanting. Dat is eigenlijk wat je hier aan de buitenkant kan zien. En dan zijn we in de... We zijn hier in de gezamenlijke ruimte. Hier kan je kiezen, ga je naar de grutto's of ga je naar de zwaluwen. Dit is eigenlijk een beetje de onderbouw en hier is de bovenbouw. En dit is de gezamenlijke ruimte. Ja, voor mij heel erg veranderd is het is allemaal geschilderd. Deze muur die heeft de kleur van het logo gekregen. En de muren die zijn allemaal wit gemaakt. Nou, wat er heel erg veranderd is eigenlijk de indeling. Het is niet meer de bedoeling dat de kinderen een vast plekje hebben. Nee, want het is eigenlijk de bedoeling dat je de taal bij de taalsluis doet. Je gaat rekenen, ga je hier in een speciaal hoekje, dan ga je rekenen. En het is niet de bedoeling dat je de hele tijd vast aan je tafeltje zit. Nu staan we buiten. Wat is hier allemaal veranderd? Ja, nou, er is geprobeerd om dit schoolplein wat levendiger te maken. Dus dat het uitnodigt tot spelen. Nou, Jesse heeft net gedemonstreerd wat hier de bedoeling van is. Je moet hier doorheen kruipen. Je kan hier straks, als het gras mooi gegroeid is, kan je hier overheen springen. En je kan daar even lekker chillen op het bankje. Dat is de bedoeling hier. Als je dus even wil dat de leerkracht je niet ziet, dan kan je hier mooi in het pad kan je even verstoppen. En natuurlijk is de bedoeling om hier flink verstoppertje te spelen. En ook de andere kant op? Ja, we kunnen ook de andere kant op. Stukje. Hey, doe je mee? Het is wel leuker met z'n tweeën. Het is hier fijn, fijn, fijn. Je mag jezelf zijn, je mag jezelf zijn. Ga je mee in school, want samen gaan ontdekken.